ICT is veel vraag naar personeel. Ook mensen met arbeidsbeperking kunnen goed in de ICT werken. Dit heeft wel een andere aanpak nodig. De juiste begeleiding en het zoeken naar de goede match is belangrijk. ICT-maatwerk heeft hier een werk van gemaakt en leggen ons uit hoe ze dit doen. Deze werkwijze is ontstaan uit een steeds grotere behoefte onder jongeren met een arbeidsbeperking om ICT-werkzaamheden te doen. Maar voor wie de stap naar reguliere opleiding of werk eigenlijk nog te groot is, omdat ze niet over de juiste competenties beschikken om die stap daadwerkelijk te maken. In het uitzetten van werk wordt eigenlijk rekening gehouden met de talenten van de cliënt, met een persoonlijke begeleiding op maat, waarin er gekeken wordt wat voor de cliënt belangrijk is. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van sociale vaardigheden, als bijvoorbeeld het ontwikkelen van kennis op het gebied van ICT, maar ook werknemersvaardigheden als op tijd komen, verantwoordelijkheid nemen, dat soort zaken. Dit werk betekent voor mij eigenlijk gewoon een plek om veilig mij te kunnen ontwikkelen en ja, klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. Ik leer je een hele hoop dingen, zoals teamwork, mensen helpen, vragen stellen. Kan het eindelijk, kan ik denk ik wel, naar de arbeidsmarkt toe. Voor iedere ondernemer is deze samenwerking interessant, omdat zij enerzijds bijdragen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar anderzijds dragen ze ook bij aan de ontwikkeling van de cliënten. Dus op die manier zorgt dat eigenlijk voor een win-win situatie. Een mooie manier waarop iedereen kan werken, waar de kwaliteiten van de persoon worden gezien en vergroot. Zo werken we samen aan een fijne werkomgeving.